De weg naar Egypte begint 's morgens vroeg. Heel vroeg. Auto's, file, wachten op Schiphol, wachten op het vliegtuig, wachten in het vliegtuig. 4 uur vliegen. Tussenlanding. Hallo Luxor. Goodbye Luxor. 30 minuten vliegen. Hallo Hurghada. En wachten op onze koffers en duiktassen. Shit, waar is mijn koffer? Godzijdank, na 10 minuten duikt hij op. 4 uur, per busje, door een met koplampen beschenen woestijn. 9 pakketjes uit Holland arriveren doodmoe en hongerig om middernacht op de plek van bestemming. Na de duik, ontbijten en je klaarmaken voor de volgende duik. Flessen, lood, camera en de mooiste modellen die men zich wensen kan. Onder water wordt gezwegen, bewonderd en gefotografeerd. De camera legt vast wat we zien, maar helaas niet wat we ervaren als we langs de koraalwanden zweven. Sommige modellen poseren schaamteloos, terwijl andere sterallures hebben. Een uitdaging voor de fotograaf. Hebbes. 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 Goedemorgen Master Chagra, goedemorgen Rode Zee, goedemorgen vissen. Het duiken in Egypte begint vroeg, heel vroeg. Boven water schijnt de zon, er wordt gegeten, gepraat. En er worden 200ste duiken gevierd. De woestijnwind wakkert aan en zweept de zee op. Onder water stormt het ook,
Een mist van zwevend zand verbergt de koraaltuin voor het oog van de camera. Gelukkig heeft de camera meerdere ogen. Voor het macro-oog blijft niets verborgen. Geen polyp, geen detail. Duik op het huisrif. Duik op het rif een kilometer zuidelijk. Een duikdag in Egypte is lang. Heel lang. Op ons nachtkastje ontstaat een piramide van volle filmpjes. De verscheidenheid aan onderwaterleven in de Rode Zee is groot, heel groot. 100 dia's doen er nauwelijks recht aan. Maar de omstandigheden onder water zijn meedogenloos. Camera's lopen vol. Flitsers gaan naar de haaien. En een week in Egypte is kort. Veel te kort. Dolfinhouserie. 50 gestroomlijnde schimmen komen sierlijk dichterbij. Even staat de wereld stil, maar de dolfijnen zwemmen door. 50 gestroomlijnde schimmen zwemmen sierlijk weg en laten hun beeld voor altijd achter op ons netvlies en op dat van de camera.